Best netjes, hè? Hallo, goedemorgen. Daar is het spookje weer. Mark heeft niet geslapen. Heb je nog gevlogd? Ja. Ik heb een paar hele lange verhalen en allemaal over administratie en alles. Dus dat zal ze er allemaal bij uitknippen. En terecht. Ik moest toch tegen iemand praten. Het was zo stil. Ah, oh, schatje. Dat is wel heel knap van je, hoor. Ik heb geen koffie genomen. De hele nacht niet. Wauw. Wel één grote pot groene thee. Nou, Bart is dus de hele nacht wakker gebleven. En hij kwam mij wakker maken om 5 uur. Want mijn telefoon was uitgegaan, want iemand had mijn oplader weer weggehaald. As usual. Dus ik heb dus ook voor niks de hele nacht met een hartslagmeter omgeslapen. Misschien heeft hij wel wat opgeslagen. Ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Oh, ik onderbrak je weer. Dus, dus wat zei ik ook weer? Later. Jolle heeft Dexy even ingestopt. Lig je lekker, Dex? Dat ging lekker op zijn buikje kribbelen. Het is vandaag vrijdag. En de vrijdag van de Helweek staat in het teken van rust en herstel. En zo te zien doet Dexy daar al heel goed aan mee. Goedemorgen, Jola. Hey! Goedemorgen! We hebben iets nieuws wat Jola mega grappig vindt. Oh, de... Ik kan niet met camera in mijn hand. Fietsen, twerk, twerk. Leg mijn gezicht aan. Kijk. Go Joris, go Joris. Last van mijn nek. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Kan je een knoop in je nek hebben of zo? Want ik heb het nu al een aantal dagen. Anyway, heerlijk getraind zeg. Want ik was gewoon lekker bezig en dacht ik ga gewoon lekker door. Bam. Best netjes, hè. Dat waren dus eigenlijk meer 2 trainingen in 1. Achter elkaar, 2 achter elkaar. Ik heb trap gelopen, toen krachttraining gedaan, benen, billen. En toen nog even gefietst. Omdat Joris ook nog ging fietsen. Dus ik dacht, ach, dan fiets ik nog even mee. Dus nu shake erin gooien, douchen en verder met de rest van de dag. En die Bart, oh, ik heb wel een beetje te doen met hem. Die zit gewoon in meetings nu. Arme Bart, na een nacht doorhalen naar meetings toe. Maar wel echt respect voor hem, ja. Aangezien ik toch al behoorlijk aan het zweten ben en lekker in de flow zit, dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon meteen even lekker schoonmaken. Want daar ga ik ook altijd best wel van zweten. Wanneer het warm is en wanneer ik net gesport heb. Dus dan doe ik dat gewoon ook nog eventjes meteen erbij. Dus ik ga nu de stofzuiger pakken. En aan de slag. Zo, nou eindelijk even gedoucht, opgefrist. En ik had natuurlijk vet honger. Maar echt alles is op in huis. Geen brood meer, geen yoghurt, niks. Dus ik ga straks even lekker boodschappen doen met Jola samen. Want die haal ik straks van school af. Maar nu moet ik toch nog eventjes wat eten. Dus gewoon volkoren crackers met kaas. Zo, ik heb dus maar even besloten om met de auto boodschappen te gaan doen. Eigenlijk moet het met de fiets, dat weet ik. Maar het is waarschijnlijk een super grote tas, want ik heb best wel veel nodig. En dan haal ik Jola ook meteen op. Ik ben echt serieus zo kapot. Ik heb zo'n inkakker en ik heb zo'n last van mijn nek in ene. Het is gewoon... Ik heb gewoon echt zo'n moment dat ik echt alleen maar wil liggen. Alleen maar wil liggen. Hoi. Hoi. En daar zit hij weer. Hé hey schatje, hoe gaat het? Ja, goed. Na je nachtje doorhalen. Brakjes. Ja, we hebben net heel even een uurtje gelegen samen. Ik ben bleek, uitgemergeld. Nou, valt allemaal wel mee. Maar het is me wel gelukt om het door te zetten. Yes. En nu ga ik eten maken. Lekker. Want ik heb track en jij niet. Want je hebt natuurlijk daar waar je hebt gewerkt weer lekker zitten vreten. Ik begin ook wel track te krijgen.
wordt er ook zo flauw van, dat moet zijn de hele tijd. Oh. Tonight we're running on the right track. Ik ben nog heel eventjes een shakey aan het wegwerken om de spierpijn een beetje te kunnen beperken. En daarna ga ik lekker naar bed toe. Ook al is het nog maar 9 uur, ik ga alvast. Voordat ik slaap zijn we toch alweer een half uur verder, dus dat is prima. En Bart, ja, die zit nog steeds in sportschool. Echt respect voor Bart weer. Althans, hij is natuurlijk niet vanochtend geweest en ik wel. Dus we lopen wel gelijk op. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet geslapen vannacht. Dus dat is nog wel een verschilletje. Maar goed, hartstikke goed van hem. En ik zeg jullie alvast wel te rusten. Want hij is er nu niet bij. Oh ja, en morgen en overmorgen kun je gewoon weer kijken naar vlogs. Als je het tenminste leuk en boeiend vindt hoor, dit, deze hele week. Want de hele week is een week. En die is dus niet afgelopen morgen. Nee, het is weekend morgen, maar wij gaan gewoon door. Zaterdag en zondag ook weer om 5 uur 's ochtends opstaan. En opdrachten overdag. En ja, je zult het allemaal wel weer zien. Als je kijkt, het lijkt me heel erg leuk als je wilt kijken. En alvast bedankt daarvoor. En voor het kijken van deze video, dankjewel. Laat zeker even weten of je hem leuk vond. En als je nog niet bent, abonneer je.